President Chandrika Prasad Santokhi en vice-president Ronnie Brunswijk hebben maandag samen met het clusterteam van ministers een ontmoeting gehad met de vertegenwoordigers van de verschillende vakbonden in Suriname. Het clusterteam onderhandelt namens de regering met de vakbeweging om te komen tot een sociaal akkoord. De ontmoeting had als doel afstemmen met de vakbeweging over de te treffen maatregelen van de regering om verlichting te brengen in de financiële situatie van de werkende klasse. Ook moeten de plannen om het tripartiet overlegorgaan als een platform voor de te treffen maatregelen in het leven worden geroepen. Volgens minister Ramdien, die de vergadering leidde, is het overleg met de vakorganisatie noodzakelijk, omdat er samengewerkt moet worden naar een gezonde economie. Het voorstel van de vakbeweging is onder meer om koerscompensatie te krijgen en een inflatiecorrectie. De minister van Financiën en Planning zal dan op tafel leggen wat er op basis van de beschikbare middelen gedaan kan worden om alvast te zorgen voor verlichting.